Wie het minst beweegt, die wint. Rutger en ik voeren verschillende opdrachten uit waarbij wij niet mogen bewegen. We beginnen makkelijk, maar dit wordt steeds moeilijker. Wie heeft aan het einde van de dag het minst bewogen en wint deze challenge? Auw, ik ben in het ziekenhuis. Kijk eens even hoe vet dit eruit ziet. En vandaag gaan wij onthullen wat hieronder zit. Maar voordat we gaan beginnen met de challenge, eventjes iets heel belangrijks. Want doe eventjes een duimpje omhoog. Rutger is er nu nog niet, dus hij kan het niet horen. Maar als we de 15.000 duimpjes halen, dan ga ik hem gewoon weer een dag pranken. Oh, ik kan niet wachten om dit zo meteen uit te gaan pakken. Maar we gaan eerst beginnen met de challenge. We gaan vandaag 5 opdrachten uitvoeren. Rut, heb je er zin in? Nee, totaal niet. Nee, het gaat echt heel leuk worden. Ja, voor jou waarschijnlijk. Nou, ook niet echt. We mogen nu nog gewoon bewegen, maar tijdens het uitvoeren van de opdrachten mag je niet bewegen. Hier zijn de tellers, ze staan nu nog alle 2 op 0, maar wie gaat er vandaag het minst bewegen? Ik ben daar heel goed in namelijk. Maar er is nog iets, want er staan een aantal geheime timers ingesteld die op random momenten vandaag afgaan. En als die afgaan, mogen wij 30 seconden niet bewegen. Oeh, dat wordt zo awkward. Ik ben echt bang dat het alarm afgaat. Voor de allereerste opdracht gaan wij aan de gang met een pijlen en boog. En een appel. En deze mag je dus met 5 pijlen van het hoofd van de ander gaan schieten. Tegen papier staan. Ah, jij gaat als eerste staan. En die mag dus niet bewegen als ik ga schieten. Nou, Rut, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik zit midden in een meditatie. Daar komt de allereerste pijl. Er zit gewoon een zuignapje op, hoor. Dus maak je geen zorgen. Nee, dit is echt heel eng. Ik durf het niet. Oh my god. Oh, nee. Poging nummer 2. Ah! Als je nou gewoon je mond houdt, dan sta je ook stil. Pijl nummer 2. Dit is zo eng. Pijl nummer 3. Oh, je staat nog stil. Ik sta stil. Ik heb de appel nog steeds niet geraakt. Pijl nummer 4. Oh, dit is zo moeilijk. Dus ik hoef nergens bang voor te zijn. Wil je even je mond houden? Oh, nee. Pijl nummer 5. Die kwam recht op mijn hoofd af. Dit was echt zo eng. Ja, je kan het je niet voorstellen. Ja, nu moet ik. Ah ja, je zal het zien hoe eng dit is. Oké, ik ga mijn best doen. Dit is de tussenstand. Nu mag ik. Even kijken hoe ik hem goed kan raken. Zo. Thomas niet weet is dat ik stiekem 3 maanden heb getraind en dat ik het heel goed kan. Hoe werkt dit? Oh, alsjeblieft. Ja, doe voorzichtig. Ik heb met een andere geoefend. Even kijken hoor. Ogen open. Zo goed! Nu gaan we hem raken. Oeh. Alsjeblieft, niet in mijn gezicht. Oeh. Ik bewoog. Oh, maar hij ligt op jouw pet volgens mij. Goh, hij ligt natuurlijk op mijn pet. Dat ja, maar daar, die houdt hem tegen. Oeh. Dit is de tussenstand. Je hebt het veel beter gedaan. Ja, maar dit was pas de eerste opdracht. Maar nu eerst gaan we naar iets heel leuks. Yes! Dan is het nu eindelijk tijd voor het grote moment. Ja, we hebben ons speciaal eventjes omgekleed, want je zal zo meteen zien waarom dat is. Oké, we hebben hier maanden en maanden in het diepste geheim aan gewerkt. Jullie hebben er zoveel vragen over gesteld, maar we gaan het nu echt bekendmaken. Op dinsdag 12 september komt ons nieuwe leesboek uit. Ja jongens, ik heb het over deel 3. En we gaan nu de titel en de cover bekendmaken. Daar gaan we. In dit cadeau zit dus de cover van ons nieuwe boek. En dan zien jullie gelijk de titel van ons nieuwe avontuur. En vanaf het moment dat we het uitpakken, kun je het boek bestellen. En maak je meteen kans op een gouden ticket voor een exclusief event. Maar daar vertellen we jullie zo meteen meer over. Zullen we dan nu gaan uitpakken? Ja, laten we doen. Ik ben heel zenuwachtig. Oké. In 3, 2, 1, go! De avonturen van Rutger, Thomas en Paco. Het pretpark. Dit is hem dan, de cover van ons nieuwste boek, Het pretpark. Ik ben er zo ontzettend trots op. Ja, Paco en ik ook, hè? Ja. We zijn er heel erg blij mee. Nu weten we dus hoe die eruit ziet en wat de titel is van ons nieuwe avontuur. Natuurlijk staan wij er met z'n drieën op, maar jullie zien natuurlijk, we zitten in een achtbaan. Maar ja, wat er gaat gebeuren, daar gaan we nu meer over vertellen. In ons derde avontuur zijn wij uitgenodigd voor een wel heel bijzonder pretpark, namelijk Pacoland.
Dit is het enige pretpark ter wereld over Paco. En we krijgen daar een rondleiding van de eigenaar, namelijk Ilona Muis. Maar zij gedraagt zich wel heel vreemd. Als wij in de grootste achtbaan ter wereld zitten en steeds sneller en sneller gaan, staan wij voor een hele grote verrassing. Gaat het ons lukken om weer thuis te komen? Vanaf nu kan je ons boek Het Pretpark overal bestellen. En als je dat nu doet, dan maak jij kans op een gouden toegangsticket voor Pacoland! Check, en zo ziet het ticket eruit. Wij organiseren namelijk op zaterdag 9 september een exclusief event waar je ons kan ontmoeten en waar je boek natuurlijk kan laten signeren. Win toegang tot Pacoland door ons boek Het Pretpark te bestellen bij een van de deelnemende webshops. Natuurlijk onze eigen webshop, rutgerthomaspaco.nl of een van deze webshops. Yes, en check even de beschrijving voor alle deelnemende winkels en de actievoorwaarden. Wij zijn ontzettend trots op ons grootste avontuur tot nu toe en we kunnen echt niet wachten totdat jullie het ook kunnen gaan lezen. Maar nu eerst moeten we door met de challenge. En we zijn op de tweede locatie voor de tweede... Nee! Oh nee, er komt een auto. En nee. Oh, wat erg. Wie lang nog? Weet ik niet. Oké, sorry. Nou, goed, we zijn op de locatie voor de tweede opdracht en je gaat zo zien wat we gaan doen. Rut, ik heb een verrassing voor jou, want leuk. Jij heet natuurlijk Vink, dus ik heb een hele mooie vogel geregeld voor vandaag. En als het goed is, komt die vogel hier al aan. Oh jeetje. Oh, maar dit is niet zomaar een vogel. Dit is een hele grote vogel. Dit is namelijk Lancelot de Gier. Oh. En ik word zelf een beetje bang nu. Nou, hallo. We zijn een beetje onder de indruk. Voor de volgende opdracht krijgen wij alle twee Lancelot op onze arm. En hij komt aanvliegen en hij gaat om ons heen lopen. Er gaat van alles gebeuren. En wij moeten het om de beurt dus volhouden om 1 minuut niet te bewegen. Jeetje. Oh, mijn hart gaat nu al helemaal tekeer. Bij mij nog ergens. Zal ik anders als eerst gaan? Dan kan jij kijken hoe dit moet. Helemaal goed. Helemaal goed. Nou, ik denk dat ik ga aftellen en dan gaat mijn minuut, denk ik, in. Nee, vanaf het moment dat hij erop zit. Oké, vanaf het moment dat Lancelot op mijn arm zit, gaat mijn minuut in. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Daar gaat hij, de eerste. Oké, de tijd is ingegaan. Thomas bewoog. Oeh, Lancelot gaat er weer af. Ik hoop niet dat hij naar mij toe komt. Oeh, hij gaat tussen zijn benen. Dit zijn echt roofvogels, hè? Oh. Die vleugel ruikt gewoon zijn gezicht. Oh, ik vind dit zo spannend. De minuut is voorbij. Oh, hij zit er nog. Oh, ik vond dit zo eng. Je hebt het heel goed gedaan. Nou, laten we even naar de tussenstand kijken. Ik ben heel benieuwd of jij het beter kan doen. Ik hoop het. Ik ga de handschoenen aan jou geven. Ik ben echt blij dat ik dit heb gehad. En ik ben heel bang. Oh, dit is toch niet normaal? Elke keer als we 1000 abonnees dicht bij de 1 miljoen komen, dan gaat dus dit alarm af. Nou, aangezien meer dan de helft van de mensen mijn kijk nog steeds niet geabonneerd is, heb je daar waarschijnlijk wel tijd voor. Ik geef je 5 seconden om dit eventjes te doen. Als het goed is het nu gelukt en springt deze misschien straks wel op 916.000. Oké, ik heb de handschoen aan. Ik voel Thomas zijn angst nog zeg maar over mijn eigen hand heen lopen. Oh, daar komt Lancelot al. Wanneer Lancelot op je arm zit, gaat een minuut in. U ziet hier 2 vogels in beeld, een gier en een vink. Zoals u ziet, ze kunnen ook samen. Ze kunnen het heel prettig hebben samen. Hij doet het eigenlijk best goed, Rutger. Oh. Dat was recht in zijn gezicht. Oh, Lancelot gaat nu om de benen van Rutger heen, tussen de benen door. Dit is het grappigste wat ik ooit gezien heb. Ik heb je nog nooit zo bang zien kijken. Nou, Rutger. Jouw minuut is om. Oh, yeah. Wow, verrassing. Mijn Lancelot is er nog niet even klaar mee. Zeggen. Nou, Rutger, je hebt het helemaal vrienden gemaakt, wilde ik zeggen. Nou ja, ik vond het een soort van best wel lief eigenlijk. Ik vond het eng, maar ook weer lief. Ben je klaar voor de volgende opdracht? Ik ben heel benieuwd wat er nu weer gaat komen. Laten we verder gaan. Het is alweer tijd voor opdracht 3 en wij staan hier tussen de, zeg het maar Rut. Ja, wat niet? Allemaal reptielen.
ergens bang voor ben. Wat een erge video is dit. Dan is het alles wat hier is eigenlijk. De opdracht is als volgt. Om de beurt krijgen wij dus zometeen een slang op onze handen. Een slang? En het is dan aan ons de taak om een minuut niet te bewegen. Of juist heel veel te bewegen, want dan win ik deze challenge. Wie gaat er als eerst? Ik. Ja, dan is de slang nog het rustigst, denk ik. Mijn handen zijn gewassen. Mijn hart pompt als een gek. Het is niet normaal. Zodra ik de slang vast heb, start mijn minuut. En laat het alsjeblieft zo snel mogelijk voorbij zijn. Ik heb nu een koningspython vast. En nu stop ik met bewegen. De slang doet met jou mee. Die zit ook helemaal stil. Het lijkt net alsof jullie dezelfde challenge doen. Ik ben echt onder de indruk hoe jij het nu doet. Maar je hebt ondertussen niet door dat de slang langzaamaan naar je mouw aan het gaan is. Nou, dit is wel gelukkig een hele brave slang. Dan weet ik dat voor straks alvast. De eerste twee opdrachten gingen niet heel goed, Rut. Maar dit gaat je echt heel goed af. Ik zie niet eens angst meer in je ogen. En de minuut is voorbij. Nou, ik vond het eigenlijk wel gezellig samen. Je hebt het echt heel goed gedaan. Bedankt. Ik ben zo bang. Maar goed, zodra de slang op mijn handen ligt, gaat een minuut weer in. Het is echt heel eng. Ik zei dat het niet eng was, maar dat was vooral om jou gerust te stellen. Maar nu je klaar staat, ik wil het toch even meegeven. Het was echt heel eng. Fijn, bedankt dat je dit nu zegt. Oh jeetje, wat is dit? Oh, dit is een andere. Deze beweegt. Dit is een bewegelijke. Oh nee, nee. Nee, mijn lichaam gaat helemaal bewegen. Ik wil een liggende. Deze heeft net nieuwe batterijen. Oh nee, ik word hier echt een baby. Nee. Oh, het is een baby. Wat wil je het niet? Ik krijg het helemaal wacht. Oh, nog eentje. Wat een nachtmerrie dit. Okay. Nou, dit is een mooi pakketje. Nou, Thomas, je tijd gaat in 3, 2, 1, go. Niet meer bewegen. Nou, de slang doet zo te zien ook mee aan de challenge. Oeh, nee, hij gaat wel bewegen. Hij gaat nu naar de duim van Thomas. Oh, ja, de duim. Thomas' de duim bewoog. Ja, die slang denkt, oeh, wat een mooie duim heb jij. Kan ik misschien daarin bijten? Ik denk dat hij elk moment weer gaat bewegen. Ik zie toch wel hier en daar wat vingers bewegen. Ik hoor vooral heel veel krekels, maar dat klopt. Die liggen hier ook. 5, 4, 3, 2, 1. Stop maar. Mijn handen zijn zo nat en dat komt niet door de slang. Of die slang heeft geplast, ik weet het niet. Kan de slang plassen? Oh, dat kan. De slang heeft geplast. Dit is de tussenstand, maar we zijn nog lang niet klaar met deze challenge. We gaan door met de volgende opdracht. De vierde opdracht. En zoals jullie kunnen zien, we hebben allemaal wasknijpers eraan hangen. Nou, daaraan hangen stukjes kipfilet. Een heerlijke snack waar deze twee honden gek op zijn. Mag ik jullie voorstellen aan Paco, die kennen jullie natuurlijk wel. En haar vriend Kai. De opdracht is, we gaan dus zometeen hier in het veld staan, tussen de honden in. En ja, die gaan waarschijnlijk tegen ons aanspringen. En wij moeten dus proberen om weer een minuut stil te staan. Het wordt zo erg. We doen het gewoon. We gaan het veld in. Let's tegelijk? Go. Ja, tuurlijk tegelijk. Spannend. 3, 2, 1. Ze zijn met andere dingen bezig. Ze hebben nog niet ontdekt dat wij allemaal kip aan ons pak hebben. Oh, Kai heeft iets door. Oh, hij zat in mijn hand. Wat zijn ze aan het doen? We doen het nog een keer, maar dan op onze knieën. In 3, 2, 1, go. Oh, oh, oh nee. Oh nee. Nee. Nee, nee. Ga weg. Volgens mij is de minuut voorbij, toch? Ja, je hebt deze ronde toch al gewonnen. Yes! Ik ga snel weg hier. Het is tijd voor de laatste ronde. En dan weten we dus wie deze challenge heeft gewonnen. Het is heel spannend. Heb jij het warm? Nou, wel een beetje, ja. Want voor de laatste opdracht mogen wij om de beurt waterballonnen naar elkaar gooien. En heb je dus de taak om niet te bewegen terwijl je bekogeld wordt. Ik heb hier echt nachtmerries over van vroeger. Echt? Iedereen ging op mij voor mijn gevoel. Ja, ik had dat met sneeuw. Ik had al die sneeuwballen altijd. Ja, ook. We waren alle twee heel zielig. Maar we hebben elkaar nu. Gelukkig. Oké, ik heb hier 5 waterballonnen. Ik mag dus 5 keer op Thomas gooien. Dat zijn 5 kansen om hem te laten bewegen. Ik hoop dat Thomas heel veel gaat bewegen. Kijk, oeh! Oh nee! Was dat mijn eerste? Yes! Thomas, je mag vanaf nu niet meer bewegen. Ik gooi gewoon voorzichtig op zijn hoofd. Oké. Oeh, die ging niet kapot helaas. Misschien moet ik harder gooien. Waarom knalt
hij nou niet? Nummer 4. Oh, ik vind het zo erg om te doen. Midden in zijn gezicht, dacht ik. Maar hij knalde gelukkig naar de zijkant toe. En hij beweegt ook gewoon niet. Ik vind het zo knap. Hoe gaan we dit nou fixen? Want ik heb nog maar één ballon. Ik vraag even advies. Heb jij misschien nog een tip voor mij? Want dit is de laatste ballon. Oh, oké. Klinkt zo pijnlijk. Ik heb het heel goed gedaan. Heel goed. Dan mag jij nu gaan zitten. Succes. Nou, ik weet al hoe dit gaat. Ik heb hier zoveel zin in. Laten we gewoon gelijk beginnen. Durf het niet. Vanaf nu moet Rutger stilzitten. Nee, dat mag niet. Hoezo? Zolang ik maar stil zit. Nee, handen naar beneden. Daar komt de eerste. Dit was heel zielig. Ja. Gaat het? Nee. En stilzitten. Ik durf dit niet. Auw. Ziekenhuis. Ik ga wel opgedraaid zitten. Ja, doe maar. Nou, vooruit. Omdat je zo slecht in dit spel bent, dan ga ik ermee akkoord. Nou, heel goed gedaan, Rut. Laten we even naar de verrassende eindstand gaan kijken. Ja, dan zien we dat ik heb gewonnen. Gefeliciteerd. Heel erg knap. Ik had het niet verwacht. Rut heeft gewonnen. Wil je nou meer van deze stilstaande persoon zien? Klik dan even op zijn hoofd die nu in beeld komt. Wil je meer weten over het pretpark? Check dan even de beschrijving. En dan zie ik jullie gewoon voor de week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Doei! Doei!